Ik denk dat je als gastvrouw wel wat inlevingsvermogen nodig hebt. En het ook leuk moet vinden om als gastvrouw te fungeren, dat je iemand op je gemak kan stellen. Mijn naam is Joke de Waal en ik ben gastvrouw bij het Alzheimercafé Kralingen-Krooswijk. En daar ontvang ik de gasten en zorg ik voor de koffie en de thee. En luister ik naar de verhalen of iets wat ze kwijt willen. En kijk ik waar ik verder in kan ondersteunen. Het Alzheimercafé is voor mensen die zelf dementie hebben en hun mantelzorgers, maar ook voor professionals. Dus mensen die in het vak zitten, bijvoorbeeld case managers dementie, die bij mensen thuiskomen. Daar is het voor, maar ook voor mensen die bijvoorbeeld in de zorg werken. Het leukste vind ik echt om te doen, het zorgen voor de mensen en ze een veilig, prettig plekje geven en daarin ook ja, naar ze kunnen luisteren als daar de behoefte voor is. Soms is het wel mooi om te zien dat als iemand echt heel erg niet op zijn gemak is en je kunt dan door eventjes wat aandacht te geven aan die persoon merken dat ze weer kunnen lachen, weer met een ander ook in gesprek kunnen gaan. Hè? Bijvoorbeeld als ze naast iemand zitten. Nou, dat is wel heel erg leuk om te zien dat ze gewoon zichzelf kunnen zijn. Alzheimercafés worden in het hele land gehouden, in elke provincie, in elke grote stad. Bijvoorbeeld in Rotterdam worden er wel iets van 5 of 6, of misschien wel 7 of 8 gehouden. Want er zijn echt in alle regio's en grote plaatsen worden er zelfs meerdere gehouden. Dus dat zijn er heel wat.